FNB-uitgevers gaat dit voorjaar een keukenmeidenroman uitgeven in een Nederlandse vertaling. In Amerika is het een ongekend succes. Berit van FNB-uitgevers gaat er meer over vertellen. Hoi Berit. Hoi. Kun je in het kort vertellen waar een keukenmeidenroman over gaat? De keukenmeidenroman speelt zich af in Mississippi van de jaren 60. En in dit boek komt voornamelijk aan de orde hoe zwarte hulpen eigenlijk helemaal niks mogen, maar wel de kinderen grootbrengen, tafelzilver poetsen en dat soort zaken. En in dit boek is er een blanke schrijfster, tenminste een meisje die net klaar is met haar school. En die heeft een zwarte huishoudster gehad. Sorry. En zij vindt het gewoon echt heel interessant om hier iets over te schrijven. Dus zij schrijft in dit boek schrijft zij dat boek over die... Het boek is ontzettend goed geschreven. Kun je daar een voorbeeld van noemen? Hoe is de auteur zo ontzettend goed? Het interessante is dat zij het vanuit het gezichtspunt van drie vrouwen schrijft. Van twee zwarte huishoudsters en het oogpunt van zichzelf. Dus in die drie verhalen bij elkaar vervlochten maakt gewoon dat het gewoon heel erg leuk leest. Want je wordt elke keer meegenomen weer naar een ander gezichtspunt eigenlijk. Dus het leest gewoon ook heel erg lekker. Het beeld is geschreven, ja, absoluut. En het is zelfs zo goed geschreven dat het zo goed gaat verkopen dat het in Amerika Dan Brown al van de nummer 1 positie heeft verstoten. Ja, goed. Ik hoop dat hier ook nog Larsen en zo ook van de troon gaat stoten. Hartstikke bedankt voor het interview. Talking about my birthday cake. Keep your hands off of it. It don't belong to you. I wouldn't give you any love, and I don't care what you do. Oh, do it now. Talking about my birthday cake. Keep your hands off of it. It don't belong to you. I wouldn't give you any love, and I don't care.